Helaas is het zo dat in ons dagelijkse werk als politiek bestuurders we geconfronteerd worden met een verharding en een verruwing van het taalgebruik, van de omgangsvormen. En helaas is het zo dat dat heel vaak leidt tot intimidatie en bedreiging van bestuurders. Absoluut onacceptabel natuurlijk. Maar stel dat het je overkomt, hoe ga je daar dan mee om? En wat kunnen anderen voor je betekenen? Als voorzitter van de wethoudersvereniging weet ik dat dit vaak voorkomt. En dat komt helaas steeds vaker voor. Het gebeurt offline en het gebeurt online. Het ondersteuningsteam is er voor jou. Is er voor die bestuurders die een hulpvraag hebben. Wat kunnen jullie voor mij doen? Hoe kunnen jullie mij bijstaan? Op welke manier doe ik aangifte? Wat kan ik van de burgemeester verwachten? Als voorzitter van de wethoudersvereniging vinden we het heel belangrijk dat dit er is en dat je daar ook gebruik van kunt maken. Het ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur bestaat uit vertrouwenspersonen van de belangen- en beroepsverenigingen van wethouders, burgemeesters, raadsleden en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Die vertrouwenspersonen kunnen heel snel ingevlogen worden. Ze geven advies. Ze kunnen naar je luisteren. Er is een netwerk van mensen bij jou in de regio die klaar voor je kunnen staan. En als het nodig is, kunnen ze ook nog experts inschakelen op het gebied van beveiliging, op het gebied van rechtshulp of waar je ook maar ondersteuning bij nodig hebt. Blijf er dus niet mee lopen, maar vraag advies en ondersteuning aan dat team. Het ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur kan je helpen als je als bestuurder denkt dat je het even niet meer zelf kunt. Dat kunnen momenten zijn dat de tegenstellingen in de samenleving groter zijn dan je als bestuurder eigenlijk wilt hebben. Of bijvoorbeeld als je je bedreigd voelt en je denkt na over aangifte. Doe je dat dan zelf? Doet de burgemeester dat? Dat zijn zaken waar het ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur je bij kan helpen. Agressie, intimidatie en bedreiging, het zou eigenlijk niet voor moeten komen in het openbaar bestuur. Maar helaas is het wel zo. En als je als gemeentesecretaris dat meemaakt met een bestuurder in jouw gemeente, vind ik het vooral heel belangrijk dat je samen van mens tot mens in gesprek gaat. Want hoe stoer jij als bestuurder ook bent, hoeveel ervaring je ook hebt, dit gaat niemand in de koude kleren zitten. Dus bespreek dat samen en bespreek dan ook samen of er reden bestaat om aangifte te doen. Als dat niet aan de orde is, kun je als gemeente ook samen kijken of je in ieder geval een melding bij politie maakt. Zodat het in ieder geval geregistreerd staat dat mocht het nog eens gebeuren, de politie daar al van weet. Laatste tijd neemt agressie en geweld onder bestuurders toe. 1 op de 2 wethouders wordt bedreigd of ervaart vormen van intimidatie. En daar is het netwerk Weerbaar Bestuur voor in het leven geroepen. Vanuit dat netwerk Weerbaar Bestuur is er een apart ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur. En wij staan bestuurders bij die worden bedreigd of agressief worden bejegend. En wij proberen hen te helpen in de moeilijke tijd waarin zij zitten. Dat doen wij als vertrouwenspersoon. En op die manier proberen we hen te wijzen op de kanalen die ze kunnen bewandelen. En we stimuleren hen tot het doen van aangifte. Want helaas doet ook maar 8% van al die bestuurders aangifte. En dat is wat ons betreft nog altijd te laag.